Als zelfs de luisteraars wordt gevraagd om tips te geven om slimmer te presteren, is duidelijk dat de presentatoren toe zijn aan een welverdiende vakantie. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, Middle aged Man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie voor mensen die hun grenzen willen verleggen... maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... de afsluiting van seizoen 3. Slimme tips van onze favoriete luisteraars. Poeh, moe maar voldaan sprint de Slimmer Presteren podcast... naar de eindstreep van alweer haar derde seizoen. Na 62 afleveringen is het woord nu aan onze vrienden van de show. Welke tips hebben zij om slimmer te presteren? We blikken terug en we kijken vooruit. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, ja. Jurgen. Ja. Goedemorgen. Ja. Hoogzomer. Daar Hoogzomer, zitten we dan. Ja. Mooi kleurtje erop zien de kijkers op YouTube. Ja. Het is vrijdagochtend. Het is de 63ste vrijdagochtend dat wij met elkaar hier in virtual bakken koffie ja, drinken. Dat zijn al uh, drie keer zoveel bakken koffie. Nou, dat uh, doen we dat is veel, goed. hè? Ja. Doen we goed. ja. En uh, het betekent dus ook dat we ook al uh, zitten nu aan luisteraars, er misschien net lekker in in dat ritme. Het is vrijdag, leuk weer, slimme presteren podcast. Maar wij hebben een soort plan opgevat. En na drie keer is het een uh, traditie natuurlijk, dat ja. we een soort van. ...in seizoenen van 21 afleveringen werken. Halve marathons. Halve marathons, ja. En uh, wie goed rekent, 63 gedeeld door 21 is 3. We ja, zijn uh, bij de seizoen laatste. Seizoen 3. Ja, ja. Netjes. Dus we gaan vandaag een beetje terugblikken op dat derde seizoen. Ja. Uh, een beetje vooruitkijken op de plannen voor de zomer. En we hebben al onze vrienden van de show uitgenodigd om te zeggen... goh, ...jullie zijn uh, trouw, betrokken. Uh, wat heb jij nou nog als tip om slimmer te presteren? En het leuke is, er zijn nu... Drumroll. Ja, dat weet ik niet. Als dit uitkomt, is het weer twee ja. weken later. Maar er zijn op het moment dat we dit opnemen. zo'n 13 vrienden van de show. Zeven daarvan hebben daadwerkelijk ook een audiobericht ingestuurd. Nou, dus die ja. uh, gaan we horen. Die heb ik een soort van gesorteerd op een leuke volgorde. En als je dit nu hoort en denkt. vrienden van de show, vrienden van de show. Ik ben toch jullie favoriete ja. luisteraar. Ja, dat ben je ook, want je luistert. Maar toch even. Ik heb het lang niet meer over gehad. toch even de piramide van betrokkenheid gauw doornemen. Uh, mensen die op YouTube kijken zien hem nu in beeld. Kijk, we zijn sowieso blij met jou, want. Want je bent onze luisteraar of kijker. Dat is de basis, dat is letterlijk de basis van de piramide. We roepen natuurlijk iedereen op in het begin: druk nou even op abonneren op YouTube, op Spotify of op uh, iTunes, want dat helpt ons ook om te laten zien dat jij bestaat. Nou, dan vinden we het ook leuk dat je ons uh, gaat volgen op uh, social media: Instagram, Twitter, slimmerpodcast of naar onze website komt. Daar kun je ook je mailadres achterlaten, krijg je iedere week een mailtje en zijn we al bij level 4. Mensen die ook ons even vijf sterren geven op uh, bijvoorbeeld Apple Podcasts, die helpen ons echt. En dan komen we, level 6, Vriend van de Show. Nou, dat is een platform, vriendvandeshow.nl, slash slimmerpodcast. En als je daar naartoe gaat, dan uh, kom je bij uh, de thuisbasis voor de leukste podcast van Nederland. Staat er op de homepagina. En dan vind je ook een pagina van ons. En daar komt sowieso iedere aflevering. Als daar een leuke aflevering met plaatjes is, zet ik dat daar ook neer. En daar kun je ons dus ook financieel steunen en we hebben tegen elkaar gezegd, Jurgen, we gaan daar niet iedere week om liggen bedelen. Nee. Maar, paar keer per seizoen. Luister, wij vinden het superleuk om dit te maken. Hopelijk vind jij het superleuk om dit te luisteren. Maar wij zouden heel graag beroeps willen worden. Ja, zeker. Toch? Nou ja, en natuurlijk, we hoeven niet te vertellen hier. dat wij al met de vrienden van de show. Uh, lekker gebarbecued hebben. Lekker dat is uit waar. eten genomen. Noem maar al die dingen die we al gedaan hebben. Dat mooie t-shirt wat jij ja. nu ook vandaag draagt. Uh, het is wel echt een collector's item. Want ik heb hem één keer in de was gegooid. <laughs> en die ja. hele plaat is meteen kapot. Dus uh, daar zijn de vrienden wel erg blij Ja, ik ben er heel zuinig op, laat ik het zo zeggen. Vind jij dat dus... we iets moeten met murk? Merch? Ja, maar dan wordt het weer snel van die prularia wel een ja, beetje de dingen die... Om het goedkoop te houden, omdat het van jou ja. moet zijn. Nou. Echt iets, iets wat je echt iets lang, lang mee doet, duurzaam. Wat zou goede, slimme, presteren podcast merch zijn? Ja... De... Nou ja, dan zit ik toch nog in het oude denken. Ja, een bidon. Maar ja, die hebben we ook allemaal al veel te veel. Waar heb jij behoefte aan? Uh... Ja, maar wat ik zelf wel voel ja. is als ik rondfiets of rondloop. en ik zie iemand met oortjes op. dan denk ik, ah, oeh, okay. misschien luistert hij ja. nu wel naar een slimme podcast. Ja. Maar zij kunnen mij natuurlijk helemaal niet herkennen. <laughs> dus ik denk zo wel eens, moeten we toch niet een fietsshirt of zo hebben? Ja, dat je, dat, dat maar zou, ja. ja. Aan de andere kant is het leuk voor jou en mij. Maar ik zou als vriend van een podcast, denk ik, niet zo gauw met een mm. fietsshirt shirt van mijn podcast gaan rijden. Dus ik zou het leuk vinden, ook al is het nu nog een heel klein legioen, wij gaan erin voor de lange termijn. Dat op een of andere manier dat je elkaar kan herkennen, ja, toch? Ja. Maar ja, waaraan? Nou ja, stickers. Ja, stickers, maar ja, dan heb je ook weer een sticker. Ja, uh, ook uh, smerig. Ja, Pennen. Ik, ik moet even <laughs> denken aan een andere. Uh, ik, ik heb in mijn auto, nou, ik mag het best wel. Ik heb in zo'n klein. Uh, uh, shirtje van het is koers hangen ah, zo'n zo, zo hangertje was ik ja. even in hè dat je, van zo je favoriete... of zo'n voetbal uh, ja, ding zo voetbalding. Oh, ja. Ja, is natuurlijk ook een beetje ja. Moeten we even over nadenken een fietsbel nee nou ja, zie je ja, natuurlijk niet. kan je niet laten bedrukken ja dus dat maar vind dan ik wel een met de tune Hey, ja, is die begaaf, een, een digitale voetbal ja. met de tune van die de, de Sliker ja. podcast. Dat nou, hey. is wel innovatief. Nou, ja, ja. Anyway. Dus om het blokje even af te maken. Uh, wij zouden het heel tof vinden als jij met veel plezier luistert. Dat je je ook financieel abonneert op ons. Dat kost je 30 euro per jaar. Als je snel uitrekent, dat is nog geen 2,5 euro per maand. Oftewel, die ene bak koffie is dan van jou in de maand die wij hier drinken. En uh, ja, we hopen eigenlijk als je dit nu hoort en uh, al een tijdje twijfelt of je dat nou wel of niet zou doen, dat dit het moment is dat je zegt. Dat is waar. Ik beloon jullie voor drie seizoenen. En ik wil dat je nog vier, vijf, zes seizoenen doorgaat. Dus uh, ga naar vriendvandeshow.nl slash podcast. En een van de perks die je krijgt, is dat je bijvoorbeeld vandaag een uh, ja. kans had gemaakt om in de uitzending te komen. Ja. Dus um, gaan we... Nee, we, we blikken wel terug op het einde. Laten we maar eens even snel beginnen met tips. Is goed. We hebben al ja, heel benieuwd. veel minuten ja. gevuld uh, zonder tips. Ja. De eerste is van een hele trouwe reageerder, heel betrokken luisteraar, die, die vaak wat laat weten. Soms een één naar jou, mij ja. op de WhatsApp. Vaak ook wel op de, op de website. Remco Renes. Ja, en die. Ik had hem toevallig uh, onlangs nog aan de lijn. Die. die Gaat morgen, dat is waar. Dit komt op 2 juli uit. Ja. 3 juli is de, voor hem. De Friesman. De Friesman. Ja. ja, en echt kudos te jou, Remco. Want hij heeft dus het hele jaar zich daarop voorbereid. Ik heb eerder gezegd, ik kon me niet motiveren op een race die waarschijnlijk toch ja. niet doorging. Hij weet pas een maand. Of zo. Ja, Vijf dat weken het dat het doorgaat. Ja. Ja. Morgen is het zover. Remco, heel veel succes als je dit nog hoort voor de race. En anders, uh, als je dit hoort tijdens het herstellen. Ik hoop dat het heel goed gegaan is. Dat maar is een we... hele triathlon, toch? gewoon? De Friesman is een <laughs> ja. Ja, hele triathlon. Of en wel... dan zwemmen in het uh, IJsselmeer. IJsselmeer, 4,8 kilometer, twee rondes. Dan 180 ja. kilometer fietsen door Friesland. Ja. Drie, vier rondes. Dat Altijd wind tegen, denk ik. Ja. En dan zeven rondjes uh, van uh, bijna zeven kilometer ja. of zes rondjes uh, lopen. Ja. En dat gaat Remco doen. En hoe hij dat gaat doen, dat, uh, daar zit wel iets in voor zijn tip. Oké. Okay. Als zelfs de luisteraars wordt gevraagd om tips te geven om slimmer te presteren... is duidelijk dat de presentatoren toe zijn aan een welverdiende vakantie. Het is jullie van harte gegund. Ik hoef er niet zo lang na te denken. Mijn tip is, geniet van elk moment dat je mag sporten. Dat je mag trainen. Kijk om je heen. Kijk, geniet van de omgeving, kijk met wie je sport en enjoy the moment. Dat is veel belangrijker dan je eindeloos te concentreren op het eindresultaat, het klassement, de tijd. Dat laatste, die focus, eh, leidt alleen maar tot perverse effecten, blessures en teleurstellingen op het moment dat het net even iets anders is. Geniet van de reis en wie weet wat die reis dan oplevert. Misschien wel de start van een hele triathlon waar je aan het begin nooit aan hebt gedacht als je begint met een sprintje. Heren, ik wens jullie een hele goede vakantie. Ja, nee, goede tip. Dat is een goede en tip ik he? zit ook te denken, is hij ervaringsdeskundig? Ja, juist... genieten wel. Ja, zeker. <laughs> maar dat hij, wanneer is bij hem de knop omgegaan, is er ooit een knop omgegaan? Kijk, ik ken hem niet anders dan dat hij zo ja. is. Relaxed. Nee, er en, zit en, wel een uh, verhaal. En ja. ik weet niet hoe ver ik dat met hem mag vertellen. En dan moet ik ben, hij heeft, nee, maar heeft wel hij iets z... vervelends meegemaakt bij een triathlon, okay. er ja, ja, zit wel iets. Dat hij inderdaad over de grens ging, ja. waardoor hij inderdaad wel nu zo erin staat. En wat ik heel inspirerend vind aan dit verhaal. Want ja, het, het is grappig. Ik had hem aan de lijn. Uh, hij wordt toch ook een beetje zenuwachtig ah. voor die Friesman. Ja. <laughs> Het is mooi. Toen kon ik mooi spiegelen. Want ik zei... Ja, wat mij op de been helpt bij lange afstanden is... Je moet gewoon Remco doen. Ja. Ga genieten. Ja. Ik zeg Remco. Jij bent Remco. Ja. Dus je hoeft alleen bij jezelf te zijn. Het helpt mij. Voor mij is echt de wereld veranderd. Want sinds een week, vorige week... Heb ik mij ingeschreven voor weer een triathlon. Ah. Cross triathlon Kijk. Remco. Aha. En joh, nou echt... Dag en nacht verschil. Ik heb weer zin. Ik ga weer ja, trainen. Ja, heel, heel flauw. Ja, sorry. Zo ben ik. Sinds de inschrijving merk je. Gewoon ja, van, ik heb ja weer, kan ik weer een beetje doel pushen. Loop ik op de meet. mountainbike heuvelsprintjes ja. te doen? En denk ik, kom maar ik ga nog een keer dat heuveltje ja, maar omhoog? Ja, dan heb je wel de, de, het doel. Dus een doel is altijd. Maar verder gewoon leuk een triathlon. Nou, of of me... ga jij stiekem al meteen denken. Nee, ah. nee, nee. Dus het, het inschrijven maakt dat ik wel weer wil trainen. Ja. Maar de tip van Remco helpt mij dat het me niet interesseert nee. hoe ik het daar ga doen. In ieder geval voor dit jaar. Want ik zit nu <laughs> ja. naar Remco te luisteren. Ik ja Remco, je hebt wel gelijk. Maar ik vind op zich je tijd proberen te verbeteren. Het is, is ook wel heel motiverend. Ja. Ja, nee. Ik denk, beide wel. Maar, ja, dat. Um... Als je, als je in de basis heel erg geniet, dan geeft het niet. Als het wat minder gaat, ja. maar het is wel leuk om, ja. om een beetje de ja. grens op te zoeken. Nou, en het is ook misschien afhankelijk van... Kijk, als je zoiets doet, zo'n grote... Ja, volgens mij ben je dan... Als, als je dan als tweede... En uh, wat is je tijd? Als, ja, en, en, en ben je klaar? En wat was je tijd? Ja, dat ga je niet vragen. Nee. Dat gebeurt wel eerder, denk ik, met een korte afstand. Of als anderen weten van... Hey, ik heb ook wel eens een kwart triathlon sprint. Bij zo'n hele triathlon, denk ik. Ja, ja, tridlon, denk ja. ik. Ja, uh... Geldt trouwens ook bij de eerste marathon. Hè? Ik weet nog in de voorbereiding van mijn eerste marathon, zei iemand dat ook. Dat ik dacht, ja, ik wil om de vier zijn. Ja. Het interesseert echt niemand wat. Ze vragen gewoon: heb je het gehaald? En als je het haalt, dan heb je een marathon gelopen. Ja. Als je er drie, vier, vijf gaat doen, wordt het misschien een keer de ja, tijd interessant. Ik denk dat. Uh, ja, als, Hoe zit het voor jou genieten? Nou, versus prestatie? Ja, ze uh, nou ja, zit wel altijd in het achterhoofd iets van een bepaalde tijd. Voor jezelf. Dat maakt het extra leuk als je dat ook haalt, zeg maar. Ja. Maar ik moet wel zeggen, met het klimmen van de jaren, dan uh, ja, wordt dat steeds meer naar achteren geschoven. Omdat om om daarvoor in de plaats... Ja, je, die ouderdom, die doet toch best wel wat met je lichaam. Ook qua blessuregevoeligheid en uh, nou, sowieso snelheidsachteruitgang. En uh, ja, ik bedoel... Dan word je steeds uh, milder in het feit dat jij niet meer je PR's haalt of, uh, nou, dus. Nee, zeker genieten denk Voor ik. Voor mensen uh... die uh, precies willen weten wat ouderdom met is, ja. uh, aflevering 18. Dan ja. Kunnen ze dus even naar terugspoelen. Ik en moet dan, af en toe een spiek in onze rijke historie. En dan is het wel het mooie, je kan nog steeds met fietsen bijvoorbeeld best wel wat, uh, ja, of nog beter worden. Maar dat heeft ook met materiaal te maken. Ik heb het ook al over, een beetje aerodynamischer. Dus <laughs> ja. er valt altijd wel wat te halen. Nee, maar ik vind, kijk, Remco ken ik lang niet zo goed als jij, maar ik ken hem een beetje van de trainingen. En een, van Facebook. Hij is een clubgenoot van onze ja. triathlonvereniging. Maar ik zie hem ja. nooit op Strava, inderdaad, heel uitgebreid. Wel op Facebook. Ik heb van die korte foto's allemaal laten ja. zien. Van die Hoe mooie mooi plekje. Ja. En dan denk ik, dat is er precies eentje. die, die stopt gewoon om een foto te maken. Terwijl oh ja. hij aan, nou ja, met een fiets. Dat is wel grappig je dat je zegt. En dat doe, doe ik dus zelf. Nee. Ik ook niet. Nee. Zeker niet bij het lopen. Dat ja. vind ik zo zonde. Ja, precies. Ja. En bovendien, ja. Uit ik uit heb ook een vet is voor kaarten. Uh, ja. Dus ik vind het ook altijd heel leuk gewoon om het Strava kaartje te zien. Maar ik denk, het is ook iets dat ik niet ja. wil stoppen. Nee, maar in het kader van uh, natuurlijk de, de, onze belofte van uh, ja, zinvol onzin. Nou ja, goed, we hebben het veel over gadgets, tools gehad, meten, data. Komt toch steeds weer terug. Alles is mogelijk, hè? Ja. En, en delen op Strava. En dan is dit, vind ik wel weer een nuchter verhaal van ja, jongens, waar ging het uiteindelijk ook alweer om? Ging het nou om, om, uh, om al die getallen die, om die te verbeteren of ja. ging het om iets anders? Ja, dus vervelend dat... is de waarheid ligt natuurlijk in het midden. Ik ja. doe bedenken aan een quote van uh, onze editor Jochem die die heeft die 63 afleveringen ja. nu <laughs> zitten knippen en verbeteren ja. en die zegt op een gegeven moment ook, ja, jongens, dat is slimmer presteren. Waarom? Ja. Waarom ja. zou je ja. slimmer willen ja. presteren? Ja, maar Ja. Presteren is al een. Ja, uh, een maar een, maar ik, toch, ik zit toch iets meer aan het spectrum. <laughs> ik, ik herken dat wel. Je wil ja. toch gewoon weten: wat kan ik nou doen om toch net even wat meer ja. te pakken? En het slimmer zit er voor mij in. Als ik nou slimme materiaalkeuzes of de wetenschap slim inzet, ja, ja dan is de ja, tijd of het precies. geld dat ik erin investeer in ieder geval goed besteed. Ja. Ja. En laat je niet gek maken door van alles aan te schaffen En met het idee van: hier ga ik harder door of wordt het sporten makkelijker. Weet waarom je het doet. Nou, dat komt ja. zo ook nog wel terug in een van de andere tips. Remco is een clubgenoot. Een andere clubgenoot van ons, uh, waar ik ook wel veel mee gesport is ja. heb, is Erik van mij natuurlijk. Daar hebben geen bericht van, maar ik zit wel te denken die zit aan de hele andere kant van het spectrum. Ja. Daar ben ik al een paar jaar bezig met uh, de Zevenheuvelen loop. Laatste keer heb ik hem mogen hazen omdat hij, inderdaad, hij wordt er langzaam ook wat ouder. Daar zit natuurlijk een bepaald verval in, wat ja. hoort met de leeftijd. Dat probeert hij te bestrijden en nog steeds PR's te lopen op de 15. En uh, dat is wel echt ook weer... Ik, ja, ik vind dat toch ook wel inspirerend om te zien hoe hij dat doet. Zeker, ja. ja. Want het, uh, ja dus hij, hij probeert volgens mij uh, al die wetenschap een beetje tegen te spreken... door te zeggen, nee, er is er maar niet een, uh, een houdbaarheidsdatum nou, voor. Hij is inmiddels met pensioen en hij treint... Aan, ja, zeker. Ja. Als je ziet wat hij allemaal doet. Weet idee. je wie ook een beetje aan de andere kant van het spectrum zit? Ik heb het idee dat dit spectrum ook een beetje door de broers van Tevelen ah. zit. Want uh, ja. ook die oh, hebben okay. we Benieuwd. in deze uitzending aan de aan En dan, de, dan kunnen we op het eind kijken waar ik dan. Waar, waar uh, jij dan staat. We vinden tussen die twee. Uh, Klaus, veelvuldig uh, besproken in deze ja. podcast. Onder andere in de aflevering over de eerste triathlon in dit ja. seizoen. En, uh, en in andere fases. Ook hij is uh, vriend van de show en sprak uh, een mooi bericht in. Laten we luisteren. Beste slimme presterers, bedankt voor jullie aanbod om een bijdrage aan jullie podcast te kunnen leveren. Ik ben Klaus van Tevelen. <laughs> inderdaad, hoe van? Mijn tip om slimmer te presteren is: kom echt uit je comfortzone. Stel uitdagende doelen, zodat je grenzen verlegt, inspiratie en nieuwe ervaringen opdoet, jezelf tegenkomt en echt groeit. Mijn grensverleggende ervaring was een vierdaagse trail in de Zwitserse Alpen in juli 2015. 124 kilometer en 5400 hoogtemeters hebben mijn sportieve leven echt veranderd. Ieder jaar moet ik de bergen in om een nieuwe uitdaging aan te gaan, met als hoogtepunt een dubbele marathon in het prachtige Gondo-gebied. Ik wens iedereen grensverleggende ervaringen toe. Jurgen en Gerrit, succes met de volgende serie. Op naar de 100! Ja. ja, of op naar de honderd. Ja. ja, herken je dit? Ja, ik kan hem wel invullen een beetje. Ja, dan ga je natuurlijk zeggen oh, ja, midlife crisis, denk ik. Hè? Ja, ja. Ja. <laughs> nou, nee, maar het zit natuurlijk, uh, Klaus is altijd de sportiefste. Ja, ben ik wel heel erg geweest. Ja. Nog steeds, denk ik. Daar haal je niet weg. De oudste van het gezin. Nou, dat telt denk ik toch ook wel mee. Uh, sportacademie dan sportleraar. En uh, ja, toch wel heel veel uh, talent denk ik uh, voor uh, heel veel sporten. Uh, een beetje mijn bouw, dat wel. <laughs> uh, maar daarbij ook nog inderdaad, nou, is het goed dat hij benoemt. Ja, eentje die toch uh, uh, liever niet wil verliezen van uh, 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 in ieder geval familieleden. Ja. Uh, ja, kijk, ik denk in. We volgens mij met de triatlon ook al over gehad. Kijk, Klaus was de man om naar op te kijken. Want ja, die was er altijd. Ja, hij was sowieso wat ouder. Sporte elke dag, met een sportopleiding. Uh, ja, en ik kwam dan als jongste. Dan ben je al blij als jij uh, in, in zijn schaduw mag komen. En op een gegeven moment weet je wel. van, nou, dan gaat het, Als jij ouder wordt, groeit en je piek erg bereikt. dan zou het wel eens in de buurt kunnen komen. Dus eigenlijk. Nooit helemaal gebeurd. Ik weet welke keer triatlon heb ik hem bij het fietsen ingehaald. <laughs> maar dan zat er mentaal bij mij ook zoiets. Ja, fantastisch gedaan. Ja, ik ben klaar. Ja, en nu komt het lopen en hij is toch net even wat beter. Ja, en inderdaad, hij haalt me in. En dan heb ik niet meer de puff gehad om... Om erachter te gaan. Ja, terwijl achteraf zei hij, nou ja, ik had best wel pittig daar. Als jij daar achter me was gaan hangen of zo, dan had ik oh. het niet geweten. Nou ja, dus, uh, maar dit is wel, ja, ja, ik merk 180 bij hem... 80 graden, andere tip, hè? Ja. Kom nou, uit je comfortzone stretchen, meer, meer, meer. Maar dat is voor hem echt wel iets van de laatste jaren weer. Volgens mij heeft hij fanatiek gesport, sportopleiding, daarna vrij rustig aangedaan qua sportieve ambities. En dit is de laatste, na nou, tien jaar wel weer toegenomen. Hij is ook... En ik hoor dubbele marathon. Ja, is ja, het nou is... gewoon het gevolg? Ik weet niet of jij, kijk, ik, ik doe nog niet zo lang aan duursport. Dus voor mij is dat nog inderdaad logisch. Oh je, ja, je doet een 5 kilometer race, een 10 kilometer race, ja. een halve marathon, en een hele marathon lopen. Ik doe sprint triathlon, een kwart triathlon. Ik zou vlak voor de lockdown was ik op weg naar mijn eerste halve triathlon. Ja. Ik zeg nog steeds dat ik me niet voor kan stellen dat ik de ambitie heb om een hele triathlon te doen, maar. Doordat ik omga met mensen die dat doen, ja, sluit ik ook ik, niet meer uit ik, dat, ik, dat dat ooit gaat gebeuren. Of, uh, ja, ja. Is dat nou gewoon natuurlijk, en, en, en zie je dat ook bij Kluis, dat het gewoon altijd maar meer verder langer moet? Nee, nee, bij, ja, nee, bij hem is het puur uh, de omgeving ook. Heel ah, ja. Varenbeek, supersportief dorp, hij woont er nog steeds. Ja. En ik zei al, als als eerste hadden ze een marathon, later die triathlon... En daar is zo'n hele actieve uh, ja, atletiekclub, of in ieder geval uh, oudjes, uh, ouderen, die toch ja, de grenzen opzoeken. En een paar jaar geleden dus het is was ook dat. Een sociale context ja, wat elkaar uh, daarin meeneemt? Was dat trailrunnen kwam in en Klaus, ja, die, wordt dan, ja die, die, die ziet die mensen, die traint met ze. En dan zei hij, hey Klaus, kom je toch ook meedoen of zo? Ja, en dan gaat het bij hem iets van, ja, knagen van, ja, misschien moet ik dat ook maar gaan doen. En dan komt hij... Ja, op de een of manier weet hij zich... Want het, ja, het is echt niet dat hij alleen maar aan het sporten is. Nee, helemaal nee, dus niet. Hij kan heel efficiënt. En dan toch denk ik, de juiste mindset... Kan hij ervoor zorgen dat hij op dat moment... Zo'n dubbele marathon in de bergen... Hè? Dus het is ja, ook ja, nog ja, trillen, veel ja. hoogtemeters, ja. En gewoon doet. En dan, uh, Hoe is en... het voor jou, Jurgen? Ja, Wil ik... jij langer verder? Ga jij een hele triathlon doen? Nee, ja, ik, ik zeg tegen iedereen nee, want ja... Maar aan de andere kant. Het staat niet op mijn bucketlist. Laat ik het nee. zo zeggen. Stel dat jij zegt. Hey, Zullen we samen? Ik, uh, nou ja, ik, ik kan. Dan zeg ik altijd: ja, maar ik heb al de marathon ooit gelopen. Ja, ja. Nou, ik heb al ooit nou, de Elstedentocht. tocht ben ik ook blij dat ik dat gedaan heb. Ik heb al ooit zo'n <laughs> zo mega-fietstocht gedaan van 500 kilometer. Dus ja, wat moet ik eigenlijk nog? Uh, maar ja. Heb je, heb je nu, nu, nu het weer open gaat, nu ja. er weer wedstrijden komen, nu het leven langzaam terug naar normaal gaat. Heb nou, je, heb als je ik ambities? Jou, als ik jou spreek over uh, zo'n of zo, dan denk ik. Zullen we ja. samen gaan? Ja, misschien hey is mee. dat, laten we dat maar eens doen. Toch? Ja. Dan kunnen we er een mooi verslag weer van ja. maken. Zo. Ja. 28 augustus. 28 augustus. Ik nou, zou de bij deze ook alle vrienden van de show en alle luisteraars die het leuk vinden, ik vind... We worden niet gesponsord door, door, door Renkum. Ik vind het echt een van de mooiste triathlons die ik heb gedaan. En ik zou uitleggen waarom. Eén, ik heb echt niet alle triathlons gedaan. Dat heb ik al eerder uitgegeven. Ik doe alleen triathlons in Nederland. In het buitenland is vast allemaal mooi. Maar ik heb inmiddels best wel veel uh, gezien. En ze zijn heel veel zijn er leuk en mooi. Maar wat ik daar tof vind. Het is zo... In de natuur. Het is best wel kneuterig hoor. Het is ja. gewoon ergens op een grasveldje. Aan het water met dranghekken is een transitiezone. Maar... Het begint al spectaculair. Het is aan de Rijn. Dus het zwemmen ga je op een grote ark, op een binnenvaartschip. Ah, word je okay. stroomopvaartsgevaren. Ja. En dan mag je er vanaf springen. En dan zwemmen we weer terug met de stroom. Mee. Nou, dat ja. ik al vet. Ja. Gewoon naar land Je zwemt langs de Uiterwaarden met de koeien die naar je staan te kijken. Dat is echt al super tof. Dan ga je, het is cross, dus je gaat de mountainbike op. Ah, ja. Ga je daar lekker door de bossen. Nou, ik vond het mountainbike leuk. Uh, maar qua hoogtemeters niet, niet zo indrukwekkend als hier op de Heuvelrug. Dus ja. weet je, prima te doen. Lachen, leuk percure, <laughs> lekker, uh, lekker mountainbike. En dan kom je weer terug. Mag je daar lopen? Dat is dus dan ook trailrun, dus ja. door... En Dus dat is ook door zo'n mooi natuurgebied, jongen. Er staan daar wilde paarden. Je gaat op een gegeven moment door een weiland, dan kom je over een boerderij door de stallen heen, dan ga je weer naar beneden door de uitwaai. Ik, nou ja. Dus dat is in ieder geval. Het is eentje, een mooi. Ja, waar je de tijd ook uh, maar snel moet vergeten. Exact. Hier moet je, op je echt komt. op z'n remkoos ja. gewoon 100% ja. van genieten. En ja. dat past volgens mij ook bij. Uh, nou ja, ik, ik ga niet volgas trainen. Ik ga er ook niet voor de beste tijd. Die is echt heel leuk. Ja, dus. Nee, zin we... hebben om mee ja. te gaan en gaan uh, nou oproepen aan alle en luisteraars laten we elkaar treffen. 28 augustus in Renkum. Ja. Ik doe de, ze hebben twee afstanden: een, een achtste en een kwart. Doe de kwart dan ook maar. Kun je langer dus, van het parcours genieten. Ja, maar dan denk ik meteen. Dus de, met de kwart afstanden, ander een uh, kilometer zwemmen en 40. Ja, 1 of 1500, geloof ik. 40 maat ja. maken, vier rondjes en dan 10 kilometer lopen. Ja, ja. Nou, ja. Nou, dus het nou, is dus, dus wel mooi. iets dat je echt even nog gaat trainen. Ja. Nog van de ja. zomer, ja. Dat doe ook weer niet ja. zomaar. Ja. Nee, maar Okay, ja, die kunnen er wel. Ja. ja, gaan we doen? Ja, gaan we leuk. doen. Hebben we die vastgezet? Mooi. Um, als we dan gaan trainen, dan komen we bij een mooie volgende tip. Een korte, hele praktische tip van uh, Harmen van de Pannen. Kennen we ook van de UATT. Maar hij is zelf ook wel betrokken ah, ja. als trainer bij ja. diverse mensen. En uh, daar hoor je ook wel eens een tip. En de slimme presteren tip van Harmen uit Zeist: Slimme presteren gaat ook over mindset. Als je tijdens een training denkt, het valt me zwaar, vertraag dan een beetje. En zoek de flow. Je zult merken dat het dan opeens weer lekker gaat. Geniet ja. ervan. Ja. ja. Vertraar, hè? Ja. Dit is eigenlijk een thema wat ook eigenlijk wel steeds terugkomt. Ook in onze aflevering dit seizoen over overtraining. Dat als je nieuw bent en je weet niet wat je moet doen. Of je hebt geïnvesteerd in een coach. Dan denk je schema, schema, schema. Ja, ja. Gas. Pijn is fijn. Ja. Uh, we moeten lijden. Ja. Ja, maar hoe leuk is dat dan? Ja. Ja, na afloop soms. Ik vind dat uh, nog steeds een moeilijk onderwerp hoor, want het is ook wel iets... En flow, en flow is natuurlijk altijd een beetje een, ja, een beetje vaag begrip. Maar ken jij de flow wel van uh, bij het sporten goed? Nou, ik ken het theoretisch concept als je daar ja. wil. Doe ja, even nee, even maar even heb jij beetje... de flow, maak je die mee als jij uh, op de fiets zit of... Uh, ja, 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 zeker. zeker. En het en fenomeen runners high ken ja. ik ook. Hè? Dus ja. dat je op een gegeven moment gewoon... De, maar dat, daar heb ik wel van geleerd. Dat moet zich wel ontwikkelen. Ja. Vaak genoemd in het begin is hardlopen. Vond ik echt niet nee. leuk. En inmiddels denk ik dat mijn lijf. Daar heb ik ook wel zo geleerd. Je lijf adapteert eraan. En die weet nu als we gaan rennen. Dan, dan, dan komt dat er van toch alles dat op gang. Die, die ervaring uiteindelijk. Dat je weet met dit tempo ja. haal ik de eindstreep. En ben ik niet uh, half dood. En, uh, en dan kan je inderdaad stukken voorbij gaan. Waarbij je Hey Hé shit ik mis gewoon drie kilometer. Of zo, ja precies. Of, uh, en waar je dan precies allemaal aan denkt. Ja, of uh, muziek in je hoofd. Of, uh, ja. Ik, ja. ik hou mijn, uh, mijn bedenking maar even vast. Want er komt zo nog een tip. Uh, ja. Die hier ook op ingaat. En dan zal ik even zeggen waarom ik. Uh, ik, ik stel hem niet ter discussie. Maar ik heb er moeite mee om hem toe te passen. Als atleet. Ja. Maar dat da da schuif, uh, schuif ik even naar voren. Uh, eerst nog een leuke tip. Ook een, een trainingsgerelateerde tip. Van Piet de Pauw. En uh, Piet is ook heel tof. Want die maakt onze vriendengezelschap internationaal. Piet ja. is namelijk een Vlaam. Ja, ja. Ja. Dus toen ik zag dat Piet reageerde. Dacht ik, yes, nu krijgen we een mooie Vlaamse uh, stem ja. in de uitzending. Helaas, Piet uh, heeft zijn tip uh, op schrift. Ah, uh, of, het, of het was in Waal. Ik, nou, ik zei nou, nog: nee. Wil je alsjeblieft ah, inspreken? Okay. Zei Nee, dat kun jij veel beter doen. Ah, nou, <laughs> ik ga het ook niet met een accent doen. Ja. Ik ga hem gewoon voorlezen. Uh, Piet's tip is: het weinig verbeteren van een sterke schakel veroorzaakt maar een geringe prestatieverbetering. Maar het versterken van een zwakke schakel kan een prestatieboost veroorzaken. Ja, ja. Train dus ook en vooral waarin je niet zo goed bent of wat je niet zo graag doet. Succes, Piet de Pauw. Ja. Dit is bijna een trainings- of een ontwikkelingsfilosofische vraag. Ja, hè? Want nou dit ja. kun je toepassen op het sporten, maar ook op schoolprestaties. Ja. En ook om, ga je nou doorontwikkelen waar je goed in bent, of ga je verbeteren waar je slecht ja. in bent? Toen schreef hij hierna, dat screenshot hebben we hier niet staan. Jurgen vindt hier vast wel wat van. <laughs> nou Jeugd. ja, persoonlijk vind ik daar zeker ook wat van. Maar ik merk ook in, de, in topsport en zo. Dat zitten ze ook altijd op twee sporen. Hè? Ja. Dan is het uh, lange tijd geweest van uh, ja, alles op de zwakke punten juist. Ja. Verbeteren, want daar valt wat te halen. Maar volgens mij is er ook iets gaande van. Ja, maar dat kan frustreren of steeds. Maar het negatieve benoemen en het negatieve, ja, dat moet verdwijnen. Of. En dan mensen zeggen, nou ja, je hebt nou eenmaal een bepaald talent voor iets. Ja, ga daar ook maar mee aan. Blijf dat vooral doen en ja. blijf dat trainen of ontwikkelen, omdat het geeft je veel plezier. Ja. Omdat je ook ja, goed in bent of uh, uh, in plaats van en accepteer dat. Het is dus uh, niet even uitlevelen van alles moet even goed zijn. Erken uh, nou, dat je zwakkere punten hebt en. Uh, maar gaat dat dus ergens natuurlijk nou ja, daar zit ergens een, een grijs gebied hier. Ja. En ik, ik denk zeker uit prestatieoverweging dat het de makkelijkste is natuurlijk om te kijken. Simpel als jij als drietalen kijkt, oké, okay, uh, zet je tijden op een rijtje. Maar kijk, waar verlies ik het meeste ja, tijd. Kijk naar de concurrentie of in ieder geval waar andere uh, en dan zeg ik, oké, okay, nou uh, het zwemmen is het zwakke onderdeel, maar het ja, kan ook wel heel frustrerend zijn als jij merkt gewoon ook met training. Ja, het, het, het gaat niet echt nog vooruit, toch? Ja, moet je de hele tijd zwemmen, Ja, terwijl dat ook al En niet meer die andere verbeteren ook niet meer. Gaan misschien juist weer een beetje achteruit omdat er minder aandacht aan besteedt. Dus dat is, uh, ik denk, acceptatie is ook wel heel belangrijk in het feit dat je gewoon in, niet alles even goed bent. Maar, ja. uh, nou, en ik zit even te zoeken, want. Dit is waar wat Piet zegt, maar volgens mij moet je heel goed snappen waar je het toepast. Want ik moest meteen denken, bijvoorbeeld, hè, schoolkinderen. Ja. Ga je nou de vakken waar je negens voor scoort? Ga je daar heel veel mee door zodat je echt gaat excelleren en ja. accepteer je dat je vakken vijf hebt, of ga je inderdaad heel erg? Investeren in het optrekken van die vijf zodat je gemiddeld een zeven hebt, ja, uh, ja dat, dat is al een filosofische keuze. Ik weet dat ik, ik geef veel trainingen voor mensen om te presenteren op camera en uh, te, te modereren en te hosten in ja. mijn vak. En daar zeg ik ook altijd: maak video's opname van jezelf, ga kijken en ga opschrijven wat je goed doet en ga dat uitbouwen. Ja, ja, ook, maar dat is misschien specifiek voor jezelf beoordelen omdat. Wat je zelf niet goed doet, dat weet je toch ja, al wel. Precies, dat en op het moment dat je ja. gaat zitten kijken naar. Oh, kijk, daar zeg ja. ik dat verkeerd. Of ja. daar zeg ik weer. Even knipoog naar Martin en uh, naar Wim. <laughs> daar zeg ik weer, besef me. Ja. Hè? Dus ja. even, ik zal even toelichten. <laughs> We hebben wat betrokken luisteraars, die zijn erg taalpuristen. Dat vind ik ook mooi. Die hebben mij allebei onafhankelijk van elkaar uh, verbeterd op het feit dat ik wel eens ik besef me zeg. Ze zegt, dat kan niet. Je kan iets beseffen of je realiseert je iets. Nou, jongens, ik weet inmiddels de theorie. Ik weet niet helemaal of het uh, mag ja. lukken. Ik weet ook niet helemaal of ik deze zwakte wil optrekken. Maar ik wil maar zeggen: je, je bent heel goed in, in in dit geval gaat het over zo'n vaardigheid als presenteren om te zien waar je dat niet goed doet. Ga daar maar ja. op letten wat je wel goed doet en ga daar meer van doen. Dan druk je vanzelf het minder goede werk. Ja, nee, nee. Maar misschien is dat voor trainen. Ja, nee, dat is heb... niet helemaal van toepassing. Ah, ik lees hem nu nog prestatieverbetering. Ja, dan moet je. Dan heeft hij wel een goed punt natuurlijk. Ja. En vooral als je daar redelijk snel de vinger op kan leggen waar, waar de... het zit. Ja. En dat dat uh, inderdaad met een, een ja een extra training of ja, extra aanwijzing dat er al wat te halen valt. Dan wordt het ook leuk natuurlijk. Ja. Als er inderdaad iets, iets is dat de techniek bij het zwemmen, dat je denkt. Ja, maar je doet iets. Uh, met, met die armen insteek gewoon niet goed. Of. Uh je haalt hem uh, onvoldoende ja, helemaal naar beneden door, waar ik nogal last van heb. Ja, ik zou zeggen, wellicht jouw uh, ja, focus duidelijk, in de duidelijk in het zwemmen. Maar ja. dan vind ik het zwemmen wel weer leuk, omdat ik daar heel erg met die techniek bezig kan zijn. Dus elke slag denk ik: oh ja, hoe moet ik ook weer die arm een beetje optillen in dat water? In plaats van uh, helemaal naar beneden duwen. En dan, vind, en dan gaat die tijd voorbij. Uh, Steek je dan nu ook meer tijd in zwemtrainingen? Of misschien vooral meer, meer aandacht? Meer aandacht. Ja. ja, ja. En wat ik, 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 het is ook niet dat ik dan om de zoveel tijd is, een uh, half kilometer of kilometer ga zwemmen. En dan met de tijd van ja, wat ik ook nu meten meten doen, nee. meten hè? meten ja, is ergens wel. Maar uh, nee, maar de, in, in dit geval vond ik zwemmen ook nooit zo heel leuk. Vooral baantjes zwemmen niet. Maar als je met zo'n technische uh, aanwijzing waar je op kan letten, dan vind ik het uh, heerlijk eigenlijk. Wordt het ja, ja. Ah, mooi. Ja. leuk. Dankjewel, Piet. We gaan door naar Jan. Jan St. Bekende ja. van de show. Ja, vriend van de show ook. Ik heb met hem een mooie vlog gemaakt rondom de piramide Duathlon. Dat zou de piramide cross triathlon ja. worden. had ik me ook mm -hmm. enorm op verheugd en voor ingeschreven. Maar helaas, vorig jaar kon het uh, niet doorgaan. En toen kwam ook het bericht dat het überhaupt niet meer door ja. zou gaan. Jammer Jan, vast goede redenen voor. En ik hoop dat je in de toekomst uh, toch weer betrokken wordt bij mooie evenementen hier in de regio. Maar Jan is ook trainer en coach van atleten. En uh, die heeft uh, een drietal tips uh, zichzelf gepermitteerd. Dus uh, laten we maar eens even luisteren. Ja, mannen, mijn gouden tip. Om uh, slimmer te presteren, slimmer, beter te presteren, uh, is om te beginnen begin met het waarom. En, uh, Simon Sinek schreef daar ooit een boek over. En uh, wat ik uh, bij veel atleten best wel zie, is dat ze wel harder willen, maar ze hebben geen idee waarom. Het begint vaak een beetje met intrinsieke motivatie, is dan zo'n term die, die daarbij hoort. Ik hoorde het jou ook zeggen in een van de podcasts, Gerrit, dat als je je niet met anderen kunt vergelijken, uh, dat het dan heel moeilijk is om aan de gang te blijven. Uh, als je voor jezelf weet waarom je het voor jezelf wil doen, wordt het allemaal een stuk makkelijker. Uh, daarnaast heb je natuurlijk uh, op uh, atleten de neiging om uh, steeds maar meer te willen. Bigger, better, faster, more. Oude CD van de Four non um, Ik weet niet of dat de slimste keuze is. Uh, dus uh, kijk niet te veel naar anderen, uh, maar bedenk waarom je het zelf wil. Uh, hou plezier. Doen een ze gekke wisseltredingen of zo. En uh, varieer veel om dat plezier te houden. Uh, goede tip uit de podcast uh, over uh, RPE. Uh, zorg dat je er zin in houdt. Uh, en tot slot iets wat denk ik veel mensen vergeten op het moment dat ze trainen onder begeleiding van uh, er staat iets op het schema, dus men denkt dat men dat moet doen. Maar blijf zelf altijd nadenken. Bouw ik er mee op of breek ik er mee af? Kom je na een kwartiertje of twintig minuten in je training tot de conclusie dat je in deze training niet gaat opbouwen? Ga dan lekker het stuur terugdraaien en uh, iets anders doen. En voor het laatste moet je natuurlijk wel gevoel bij je lijf hebben, uh, dicht bij jezelf staan. En uh, dan is het weer uh, handig als je weet waarom je dingen doet. Dus uh, uh, dat gevoel ontwikkelen uh, is, uh, is essentieel voor uh, atleten en ook het meest ongrijpbaar. Uh, waarschijnlijk moeilijk vast te leggen in parametertjes en getallen. Dus dat maakt het uh, moeilijk en mooi dat uh, sporten en slimme presteren. Ja, ja heel moeilijk en mooi. Kortom. Man, man naar mijn hart wel hoor. Ja, ja? zeker. Waarom? Ja. Nou, al, al, een paar dingen die jij benoemt op het eind, natuurlijk, vind ik heel sterk. Ja, dat ontwikkelen van het gevoel. ja. Uh, daar is herhaaldelijk teruggekomen. Over, en dan proberen ze nu zelfs. Nou, ik denk aan dat uh, interview of gesprek wat we hadden met Steven van de Zwaard. Dat ja. ze zelf dus dat soort data, gevoelsdata, gaan ze ook weer in getallen gieten. Hè? Dan moet je ja. dat van ja. 0 tot 10. Uh, ja, zeg ik zag een eigenlijk mooi tweetje van Jan. Dat is gewoon... Heb je er zin aan? Ja, nou, dan, ben ja. er, dan, dan zit je goed, zeg maar. En dat kon, en dat moet je ontwikkelen. En je afvragen ook van. En dan af en toe gewoon uh, toegeven: ja, jongens, dit slaat nergens op. Ik uh, draai ja. om. En, uh, ja. en, en uh, ja, waarom? Nou ja, en de, de initiële vraag: waarom doen wij dit? Ja, Ik kreeg daar toch even. Ja. Ik weet nou, het was geen beetje... sneer, maar. Alsof ik niet geïnteresseerd. Nou, ja, weet ik niet. Laten we het afpellen. Intrinsiek gemotiveerd. Ja. Ik, het gaat me niet zozeer om het te vergelijken met anderen. Ik vind het wel heel lekker hoor, om anderen in te halen. En het doet ook een beetje pijn om ingehaald te worden. Maar op zich kan ik dat allemaal wel loslaten. Ik hoef ook, ik hoef, het gaat me niet om de uitslag. Ik, ik sport niet voor het podium, maar ik sport wel, merk ik, voor dat evenement. Voor dat avontuur. Hè? Wat ja. ik net al zei: nu ik weet dat 28 augustus in de agenda staat. Ja, nu komt er van alles in beweging. Ja. Ja, ik weet niet zo goed. Nee, dat is dus niet intrinsiek gemotiveerd. Want in het afgelopen coronaproject vond ik het moeilijk ja. om mezelf te pushen. Ja. Dat is precies ook mijn punt. Wat ik net zei, ook uh, bij Harmen over vertragen. En nu zegt Jan ook: hè, uh, probeer te bepalen, uh, breek je af of bouw je op. Super mooie uh, zin. Tegelijkertijd, in het begin, ja, het moet wel een beetje pijn doen. Ja. ja. Hè, dan denk ik aan Klaus, als ik in mijn comfort ja. ja. Dus wat ik maar wil zeggen. Ik vind het af en toe moeilijk. Nee, laat ik omdraaien. Ik vind het makkelijker om als beginnend atleet of iemand die misschien nog niet zoveel gevoel heeft te zeggen. Ja, het schema zegt nu ja. dit. Dat doet te veel pijn. Maar ja, het zal wel ergens goed voor zijn, ja. toch? Ja. Dat, dat, uh, ja. dat is dan misschien ook dat gevoel ontwikkelen wat Jan be bedoelt, maar dat, ja, dat zegt hij zelf ook. Dat ja, is moeilijk. Nee, maar ik denk, kijk, intrinsieke motivatie. Ja. Uh, goed, Daar. Ik denk, de sporten moet je leuk vinden. Dat is wel ja. duidelijk. En dat ja. vinden wij. Want ik, uh, waarom doe ik dit? En waarom, ik kan net zo goed gaan wandelen. Kijk, primair zeg ik altijd, ja, ik vind als ik een paar dagen niet sport, word ik chagrijnig. Ja. En dan heb ik het idee, dan slaap ik slecht. Misschien is het niet eens zo, want ik meet het niet op die manier. Ik word chagrijnig. Ik heb het gevoel van uh, alsof uh, ja, uh, het eten minder goed smaakt. Nou, al, al die dingen. Dus... Oké, okay, dat is heel fijn, want uh, ik bedoel, als je, er zijn natuurlijk genoeg mensen die dat helemaal niet hebben. Nee. Nou, en die moeten continu weer knokken tegen uh, de, de, de coronakilo's of uh, andere manieren, dat uh, een ongezondere leefstijl. Dus dat is fijn, alleen moet dat dan per se uh, door ha hard te fietsen of te hard te lopen of zwemmen. En dat is, ja, daar zit wel iets, waar uh, ja, in ieder geval uh, sommige mensen in mijn omgeving denken, ja... Uh, ja, Moet maar dan zit, even naar de payoff van onze podcast. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen. Ja, daar, ja die groei. Laat ik zo zeggen, dat is voor mij wel heel erg. Dat is mijn intrinsieke waarde ja. dan toch. En dat is waarom ik deze podcast ben gaan maken. Dat is waarom ik presentator wil zijn. Dat is waarom ik, uh, drieën, ja. ik het Het groeien, het leren, iets onder de knie krijgen, ergens beter in worden. Ja. Daar zit voor mij de intrinsieke ja. kick, zeg maar. En, en hoe meet je dat? Door het op strava te dumpen. Ja, en toch of, te zien dat tijden beter worden. Ja, of dat of iets makkelijker uh, gaat. naar de, ja. de training van de UATT te gaan. En daar met anderen te sporten. Of inderdaad mijn dinsdagavond fietsclubje te merken. Van hé, hey, ik kan langere stukken op kop. Ja. Ja, en dat motiveert dan wel extra. Ja, laat ik het zo zeggen. Dus een beetje een mix van dingen. Maar ja, we kennen het ook allemaal dat we soms helemaal geen zin hebben. En ook niet gaan. Nee, precies. En dan is voor mij wel, ik moet oppassen. Want dan kan ik het ook kwijtraken. En dan ga ik op geen. Ja, maar dat is het normatief. Als jij een week niks doet. Of dan is het ook maar... dan doen we die Nee, Dan ook, hoef ik nou ook niet ja. te gaan... we ik ben ja. toch helemaal conditie overkwijt. En al, dan weet. moet je steeds uh, opnieuw ja, uh, weer beginnen... omdat je op die ja. opbouw... Ja, nou, en dus. dat is waar mij zo'n datum zo lekker helpt. Weet ja. ik, jongen, over twee maanden ben je aan de beurt. Dus uh, ga maar gewoon. Nee, maar ik kijk, het feit van die schema's... daar hebben we het ook al eerder over gehad. Van, ja. Veel opgereageerd, hè? Onze ja. aflevering over, over training. Belangrijk onderwerp blijkbaar. Ik kreeg een prachtig bericht van Koen. Koen van der Kouwen. Die ook uh, zich volledig in de kreukels heeft getraind. Ja. Uh, nogmaals, Koen. Ja, deze weg ook heel versterkt. is met heel langzaam bezig met zijn herstel nu. Uh, iemand die daar ook uitgebreid op reageerde. Andere vriend van de show. Martin Breedijk, mm, ja. Die zien we op dit moment. Martin, heel leuk. Op heel veel afleveringen reageren. Is heel betrokken bij heel veel onderwerpen. We zeiden dat al tegen elkaar. Hij moet maar eens op de lijst. Om ook uh, een ja, keer als special ja, guest uh, de ja. diepte in te gaan. Ja. We zoeken even nog een leuk haakje. Maar Martin had ook een mooi tip. En die uh, brengt alles alweer even in een ander licht. Oké. Okay. Um, ook, nou ja, oh ja. Het, het, laten we eerst maar even luisteren. Goedemorgen Gerrit en uh, Jurgen. Net een lekkere kop koffie op en weer even aan jullie gedacht. Ik hoor dat jullie gaan stoppen met de show voor de zomer. Dat is jammer voor ons, want het is altijd fijn om jullie te luisteren. Maar wel verdiende vakantie. Lekker trainen voor de wedstrijden die er we gaan aankomen. En de vraag was: wat is mijn beste tip om te presteren? Aan de luisteraars en slimme presteren. Mijn tip zou zijn: luister vooral niet naar alle onze toppers. Zij geven tips op basis van wat zij kunnen, wat hun tijd is en ook voor hoeveel ze kunnen rusten. Dat weet ik, want ik was vroeger ook iemand die op een redelijk niveau sportte en ook heel veel tijd erin stak. En als ik nu zou luisteren naar wat ik toen eigenlijk allemaal tegen mensen zei, dan zou ik nu zwaar overtraind raken. Dus als je een vraag hebt, zoek een clubgenoot op of een leeftijdsgenoot of iemand die ongeveer in dezelfde situatie zit en vraag aan hem tips. Geniet er allemaal van en we hopen jullie snel weer te horen op. De postkast. Ja. Ja. ja nee. Uh, ja. Wat ik grappig vind, dit is ongeveer de kern van wat wij hier iedere vrijdagochtend zitten ja. te doen, toch? We ja. kijken naar topsporters, ja. we kijken naar de wetenschap en we proberen dan te bepalen... Ja. wat moeten wij daar nou wel en niet mee? Omdat we natuurlijk de toppers uh, of, uh, zien als het, uh, ja, het ultieme, wat, wat is maximaal bereikbaar, hè? Ja. En dan gaan we ons zelf daar neerzetten van, nou ja, de, dat halen we waarschijnlijk niet, maar... Daar Kijken we... hoe ver we kunnen komen, ja, als, als we al zoveel in, meer hele doen zoals zij. Ja. Ja. Nee, ik vind wel, uh, want inderdaad, toppers zijn toch voorbeelden. En ik weet zeker toen ik jong was, was het alleen, vooral, uh, ik weet nog in het begin met, met mijn eerste marathon of die, die triathlon in Hilvaanbeek. Toen was er ook heel weinig kennis inderdaad. Dus je, je pakte zo'n zo de runners uh, ging je kopen. En dan las ik echt van begin tot eind en alles nam ik top maar Ja, dat was geen ja, internet. Ja. ja, en daar heb ik ook dingen gedaan waar ik denk, soms denk ik, oh ja, dat moet ik herinneren, ik ging ja midden in de zomer, 30 graden gewoon hardlopen. En ik weet nog wel dat, en zonder water of iets. En ik thuis en na echt helemaal aan de dunne en weet helemaal van slag. <laughs> maar denken van, want dan heb je ergens eens gelezen dat die toppers dat ook, dat dat de manier wel is om daarmee om te gaan of iets dergelijks. Ja, nee, dat, uh, toppers zijn super interessant. Goede uh, rolmodellen ergens wel, maar uh, nee, pik niet alles op. Maar je merkt ook wel, dat vind ik wel, want als Tom Dumelin. Ja, dat is eigenlijk het voorbeeld van. Gaan twee kanten op. Hè? Mensen zeggen: Ja, jeetje, die, die stelt zich zo kwetsbaar op. Dat nou, vinden we eigenlijk moet niet kunnen. Een topper moet gewoon niet die twijfels hebben. Moet gewoon zijn ding doen klaar. Met zoveel talent. Mm -hmm. Aan de andere kant heb je ook de groep die, die het waardeert. En zegt: Nou, hé, hey, dat vind ik wel verfrissend. Van, hey, het zijn ook gewoon mensen, zeg maar. En ik denk altijd uh, ja, dat die twee kanten is. Uh, nou ja, ik, ik neig dan heel erg dat ik Tom Dumoulin... Fijner vindt om dat te horen dan: Menselijker. Iemand, ja, menselijker. En meer aan heb dan juist die toppers die uh, net doen alsof het ja, gaat. Uiteindelijk was er ook een verademing in dit uh, seizoen... 2021 hebben we het over... dat Mathieu van der Poel... na ja. de eerste voorjaarsklassiekers in Italië... opeens ook, een, ook een berichtje kwam. Ja. Goh, misschien heb ik toch iets te veel ja. gegeven. Ja, ja. ja. ja maar... Nee, maar ik moet ook denken van... Uh, ja, die toppers inderdaad... Ja, die hebben ook het, de middelen, het geld... Ook ja, om, en natuurlijk uh, raakten we ook al aan in de aflevering... over de, een hele andere levensstijl. Ja. Hè? Die hebben niet te dealen met nog een baan nee. waar stress zit... Uh, uh, Gezin soms wel, ja. maar dat wordt vaak ook voor ja. ze weg geregeld. Nee, dit is hun, hun baan inderdaad? Ja, die hoeven en alleen ook, maar iets, sleep en trainen. Ja, en natuurlijk, als die naar, naar voren komen van hey, we slikken dit, dit goedje of ketonen, of uh, we nemen nog een nieuw aerofiets of een stuurtje of en het helpt. Ja, dat kan allemaal wel waarwijzen. maar ja, ik denk als recreant is de eerste basis gewoon lekker sporten en om wie ja. met trainen vooruit gaan zonder dat je allerlei. Uh, toen ik Martins' tip hoorde, moest ik ook wel denken aan. En zo kijken we ook een beetje terug op dit seizoen. Onze aflevering over de 10 slimme eetwissels. Oh ja. Daar maak ja. je ook een opmerking over kookboeken. Ja. Of uh, dieetboeken eigenlijk. Ja. Dat je zegt: ja, zo'n dieetboek wordt altijd geschreven door iemand. bij wie dat heel goed ja. werkt. Ja. Uh, maar dat is vaak helemaal niet veralgemeniseerbaar. Ja. En dat is natuurlijk ook een beetje met de tips van topsporters. Ja, ja dat werkt voor die nou, context. ja, nou, Ik denk nog steeds: ja, kijk, als, als ik weet nog wel, als 15-jarige had ik ja. Had ik bij, ja, soms het idee van als ik op mijn fiets stapte, ah, en nu ga ik Joop nadoen. En nog wel eens uh, ja, heel stiekem dan in je achterhoofd. Ja, het zou toch gaaf zijn om top uh, wielrenner te zijn. Of later met zo'n triathlon in een voorbereiding. Als je daar nou. Maar ja, dan kom bij mij al heel snel. Wat, zo... hoogste, wat is de hoogste podium of nee. klassering die je ooit hebt gehaald? Nee, eh. Uh ik heb wel eens wat met tennis toernooien gewonnen maar dan word je gewoon ingedeeld op ik ben clubkampioen geweest dat soort dingen en ja ja en ja nou ja nee ik ben ontzettend relativeren wat dat betreft en gewoon geen, uh, geen doorzetter denk ik echt? wat nou, als we het net over Klaus hadden nou die kan ik... echt wel uh... ja precies ja. maar het thema is natuurlijk nou geniet lekker van het sporten ja. de reclant. ik uh, vind dat ik, ik vind dat ook en ik doe dat ook omdat ik ook gewoon niet de talent en de kunde en de tijd heb om het podium te halen. Maar ik heb twee jaar geleden ja. een keer, zoals van half per ongeluk, ben ik tweede geworden bij de zwemloop in uh, Renswouden. Ja, ja. ja. En ik was wel een beetje geschokt ja. over hoe goed dat voelde. Ja, okay. Holy ja, shit, ja. het stelde echt niks ja. voor. Deed ja. je 35 man mee, denk ik. En de, de, nou, daar waren er natuurlijk. 34 van gewoon de lokale. Nee, dat is niet waar. Er waren 31 gewoon de lokale dorpsrecreanten die daar normaal in het zwembad zwommen. Ja. Maar er zat wel één gozer bij die we vaker treffen. Matthijs en ik. Matthijs, je oh, weet ja. over wie we het ja. hebben. Ja. Wiebe. Uh, die we ook al treffen bij de Meergames en zo. En dat is een beetje toch ons richtpunt. En uh, ja, Wiebe achter me gelaten. Gewoon twee ja, in de ja, wedstrijd. Ja. En nogmaals, sloeg nergens op. Ja. En ik ontleende er ook helemaal niks aan. Maar die middag was ik wel opvallend blijer ja. dan ik dacht. ja. ja. Nee, maar goed, ik heb dat meer met mijn peers wil maar zeggen. Dus mensen die meedoen waarvan we denken: "Ah, die moet ik voorblijven." Ik ben ah ja. wel, daar ben ik wel heel sterk. Van, dus de 28e nou, wordt ook wel een battle tussen ons, nou, denk jij. Nee, want jij, jij, jij komt in een jongere categorie, jonge categorie uit, denk ik dan. Nou, ja, ik yes. ben uh, vorig jaar ook veertig geworden. hè? Okay, ben wel master. Ik, uh, ik ga mijn best doen. Uh. <laughs> nee, maar zo van tevoren daar ben ik al, denk ik, kijk wel even wie doet er allemaal mee. Of, en, en, dan, en dan zie je bij de start, denk ik, oh, die en die moet ik voorblijven. En daar mag ja. ik achter. En zo gebeurt het dan vaak ook. Ja. Ik, ben wel, uh, ik kijk er wel naar. Maar ik kan er onderweg ook niet veel meer aan doen. Nee, wat jij beschrijft ook, met Klaus, hè? De boel, ik ja, geef gewoon wat ik ja, geef, hè? Ja. Denk ik. Ja, nee, dat is, dat is ook zo. Nou goed, het is een beetje. Ik weet nog mijn moeder, die. Uh, ja, die. die uh, ik, ik woonde net in Driebergen, dan praten we over twintig jaar geleden. Dus, hè, en die, die uh, nou, kwam langs en die kwam in gesprek met de buurman. En dat, volgens mij, daar kwam de buurman, die vertelt dat wel vaker. Die zei, ja, het eerste was je moeder of nou het tweede. Want toen moest ik ook tennissen, geloof ik. Toen zei ze, ja, Jurgen is eentje die is tevreden met de tweede plek. En uh, nee, te, dat heb ik via hem dus gehoord. En ik denk ja, daar zit toch wel uh, iets Waarom in. Waarom lachen we hierom? Vinden we het pijnlijk? Nou, is het goed? Is het, is het, is het misschien een hele ja. mooie eigenschap? En zo is het. En ik denk, ja, maar daar zit het wel in. Kijk, de eerste, dan heb ik ook altijd iets van, ja, jezus man. Streep. Ja, precies. Dan ben je overdreven, ja, is een Klaus. <laughs> en bovendien sta je dan op een voetstuk waar je ook weer vanaf kan vallen. Ah, want de volgende keer moet je dan ook vaarlangst. weer. Ja, zeker. Daar ja. ben ik heel eerlijk in. Nou, ja, ik ik vind het lekker veilig. Tweede plek ja. is hartstikke mooi toch? Dat He? ken ik wel. Uh, ja. ja, doe dus, mij ook uh... maar tweede plek. Nou, leuk. Uh, over relativeren. <laughs> <Ja>. <laughs> en, en de familie van Tevelen. En de familie ja. van Tevelen. Uh, wie meegeschreven heeft ja. en meegeteld. Dus ik zei, we hebben zeven vrienden met reactie. We hebben nog één te gaan. Nou, uh, ja, laten we maar gewoon gaan luisteren. Hey, beste Jurgen en Gerrit. Manolo hier. Allereerst dank voor jullie luisterenswaardige uitzendingen. Graag maak ik gebruik van deze gelegenheid om te reageren. Zoals ooit een beroemde Vlaamse filosoof genaamd Urbanus altijd gezegd heeft, het is triestig om beroemd te zijn als niemand herkent. En bovendien, leven is just een penis, ga je achter niet lang genoeg. Dus, niet tegenstaan het feit dat ik sport voor de gezelligheid, met op zijn tijd een goede bak koffie. En jullie, of, niemand laat me de pis niet lauw. Niet gek laten maken door alle hypes en de waan van de dag. Groetjes, succes, doeg, houdoe. Ja, dit is, uh, ik zou bijna zeggen, dat is geen broer van Klaus. Hè? Dat kan niet. Tot? Ja, nou, ik moet wel zeggen, toen ik zo de tridenten hier zo uh, ja. hoorde, dat ik denk, dat is het toch een interessante familie ja. die ja. ja. Nee, maar dit zet uh, qua uh, sportieve ambities uh, meteen de familie uh, vertevelen neer, denk ik. Ja, en jij zit daar dan Ik tussen. zit daar midden, ja. Een beetje in het midden ja. tussenin. Ja. En ik, uh, nou ja, goed. En toch hoor ik hier ook wel weer, en dat vind ik wel mooi aan onze vrienden van de show, in die zin is het ook een ge ge uh, select gezelschap die echt begrijpen waar deze podcast over gaat. Want ja. inderdaad, laat je niet gek maken door de marketinghypes. Dat is natuurlijk ook een grote drijfveer waarom we dit maken. Ja. Ja. Af en toe is een lekkere marketinghype ontzenuwen. Of anders, als er uh, een gadget is, uh, toch even kijken waarom dat wel nuttig is. Dus laten we daarmee nog even terugblikken op het seizoen. Uh, wat hebben we aangeraden? Vitamine D, goed idee. In conditie blijven. Het valt wel mee hoe snel je ja. conditie kwijtraakt. Hoorde ik trouwens onze Zuid-Afrikaanse vrienden ook weer net een aflevering over maken. Bicarbonaat, onzin. <laughs> Wegblijven. En smerig, uh, hè? Ja, aerodynamica. Cooling down, was eigenlijk ook redelijk onzin, hè? Kwamen we achter. Ja. Uh, doe het als je je er lekker bij voelt. Uh, trainen op hartslagvariabiliteit. Uh, dat, is wel, dat, dat doe ik nu sindsdien structureel. Ja. Iedere dag word ik even wakker, appje. Dat appje, dat HRV voor training, vraagt dus ook al die ja. kwalitatieve data die Stefan noemde. Ja. Dat is toch wel leuk, hoor. Ja. En uh, klopt het allemaal of zit je af en toe in dubio dat je denkt, hé, hey, mijn... Uh... Nou, wat ik... Ik ben dan ook nieuwsgierig. Gaat hij me nog iets nieuws ja. adviseren? En ja. daar luistert hij eigenlijk. Dat zeiden we toen in de uitzending ook al. Hij luistert vooral naar die subjectieve waarden. Ja, precies. Dus als ja, ik als invul dat ik een stressvolle ja. dag heb en ja. dat ik niet zo lekker heb geslapen, zegt hij: al, ja. nou, ga maar niet zo intensief trainen'. Ja. Ja. Uh, maar hij geeft ook wel een numerieke waarden aan die variabiliteit. Ja. Nee, nou, ik, ik, ik. Het is wel leuk om het op die manier wat extra data, wat nieuwe en Ten meer monitoren. ook in je achterhoofd van. Klopt het allemaal wel? Hè? Ja. En, en, en hoe goed nou, is het? Nou, en er kwam wel een goede reactie ja. binnen op. Er uh, was ook weer op overtreding, maar die heeft ook te maken met HRV. En dat is. Uh, oh, nu ben ik kwijt wie het zei. Sorry. Um, Rusthartslag. Ja. Dan dacht ik, oh ja, die zijn we vergeten. Maar die monitor ik eigenlijk wel al van tijd tot tijd heel lang. Ook s ochtends voor de Ook uit, uit dat me, ja, ja. fameuze boek Sport Rusten. Ja. Dat is er ook zeggen, je rusthartslag is een enorme voorspeller over wat er aan de hand is. Ja. Bijvoorbeeld, als jij ziek gaat worden, zie ja, je dat ja, al twee dagen eerder beetje, aan je ja. rusthartslag. Ja. Want die is al tien klappen hoger. Want dat lijf is al bezig om iets op te ruimen voordat je echt ja. Nou ja, koorts, griep, ja. hoofdpijn hebt. Ja. Uh, en nou ja, dat doet uh, die hrv app natuurlijk ook. Uh, en dat vind ik wel een mooie gewoonte om daar goed te monitoren. En uh, dus, dus ook om te monitoren of je goed hersteld bent. Ja, ik denk dat het. het... Het ene sluit het andere helemaal niet uit. Het zijn gewoon aanvullende dingen. Je, je zit altijd van je moet het wel op hetzelfde moment steeds. Ja. S ochtends vroeg meten. Ja. En je weet met hartslag. Ja. Dan gebeurt natuurlijk iets op het moment dat jij al gaat sporten, zeg maar. Dus. Uh, ja. Uh, en dan ga je kijken naar je maximale hartslag. Dus de, de, daar is het meer, denk ik, de wetenschappelijke studies zeggen. Ja. Maar je, het gaat wel eens mis als jij puur alleen maar gaat of mis dan. Is, uh, dan, dan is het getal wat je krijgt of de, uh, de suggestie vanuit je baseline hartslag... blijkt toch niet één uh, op één te kloppen met ja, heeft, het feit dat... Het gaat om de richting van de ja. beweging. Maar, dus iedereen moet voor zichzelf, denk ik, uh, bepalen van... wat is een makkelijke maat voor mezelf? Wat vind ik fijn om te meten? Of zit me niet in de weg? Een tijdstip van de dag. Ja. En op die manier... Zet je verschillen dan... opspoort. Ja, maar ik, ik merk dat... Zo, uh, ja... Eigenlijk, dat draait continu om. Hè? Overtraining, ondertraining. Ja, dat is echt een hot item wel. Leuk, hè? Omdat gaan we je meer ineens... doen. Herstel, gaan we ja. ook meer over doen. Maar, we deden ook een heel groot experiment ja. aan het begin van seizoen 3. Laten we daar nog even op terugblikken. De doping specials. Ja. Acht afleveringen lang doken wij het onderwerp doping in. Enerzijds wat het betekent voor ons amateur. En toen hebben we met zeven verschillende gasten... Alle kanten van de doping bekeken en besproken. Tijdloos, denk ik. Tijdloos, <laughs> ja, uh, leuk voor ja. mensen die nu net inhaken op deze podcast. Ga lekker op zomervakantie uh, de ja. doping specials luisteren. Uh, Hoe kijk jij erop terug? Ja, nee. Ik, uh, elke keer als het weer in het nieuws komt. en ja, dan weet je, met doping gebeurt er altijd wel wat. dan denk ik, hey, hebben we het over gehad? Hebben we het over gehad? Nou ja, en de meest actuele was natuurlijk. Uh, als een keer een weekendje waar uh, Onana. Uh, wat drie maanden van zijn straf afkreeg. En zelfs uh, daarop volgend. Ja, Hinke Schokker die. Uh, ja. gewoon vrijgesproken werd. In uh, aflevering 1 van dit seizoen. Ja. doken we in haar casus. Amateursportster. die Nederlands kampioen wordt op lange afstand. Ja. Uh, nou ja, veel pech en ongeluk. gaat luisteren aflevering 43. Maar. Ja, zeker. En vrijgesproken? Het, ja. En dat, want ik weet, de titel was een beetje amateur, sporter, gemakkelijke prooi. Ja. Van, want ze was kansloos ja, in het systeem, zeiden en misschien we. Misschien waren we een beetje cynisch toen. Ja. Ik vond ergens ook dat ze het maar had moeten weten. Ja, maar daar moet ik op terugkomen. En ook misschien met, met Herman Ram, die vertelde. Ja, de amateursport. Ja, logisch, de amateurs. Want ja, dat zijn dus gewoon de grote groep die wij checken. Ja. En je moet maar gewoon, als jij aan uh, toernooien meedoet, de nationale kampioenschappen, dan moet je de regels gewoon kennen. Ja. Daar, daar, Vond ik ook wel, dacht ik. Ja, daar heb je ook wel een goed punt. Je moet uh, ergens natuurlijk je grens trekken van ja, je hebt je controles en uh, nou ja. En Hinken bedoelt natuurlijk, ik kende ja. de regels, ja. ik heb ze toegepast ja. en ik word nu door ja. een of andere vage reden ja. toch gepakt en dat, dat blijkt. Zij ja. achteraf gelijk en nou en en op de manier de... waarop, kijk, dat vind ik wel bewonderenswaardig dat zij in eerste instantie zei: Ja, uh, laat allemaal me zitten. Ik, uh, ik ga gewoon lekker, uh, lek, lekker, lekker hardlopen dan met mijn manier in wedstrijden. Ja. Alleen toen merkte zij van, ja, hoe zit het systeem precies in elkaar? En zij merkte ook alle negatieve reacties van atleten om haar mee. En, en misschien zelfs niet-atleten. Ja, doping is doping en uh, valsspelerij. En, ja. en nou, dat vind ik toch wel dapper dat zij toen ja, heeft doorgezet. En gedacht, ja jongens, uh, zo makkelijk. Ik ga dit tot aan de bodem uitzoeken. Met hulp natuurlijk van een aantal experts. En toen erachter kwam, hé, hey, maar ja, ten eerste dispensatie. Had, ik, ik moest dat medicijn, slikte ik niet voor niks. Mm -hmm. Nou, en eigenlijk is het daar op die manier dat ze achter kwam, ja, maar als ik dat medicijn nodig had... Uh, ja, ze heeft met terug... Hè, dat ja, is hoe de casus ze is opgelost. Ze heeft met terugwerkende ja. krachten dispensatie toegekend gekregen, ja, waardoor dus ook de dopingschorsing... Uh, en dan kun je zeggen, ja, maar dan had je op dat moment... Als je positief getest werd, had even gecheckt moeten worden. Ja. Mocht je de medicijnen De Tragiek vind ik wel. Ja. Dit proces heeft twee jaar twee, geduurd. Ja. Haar schorsing was twee ja. jaar. Dus ja, ja. Nou, ze heeft dus twee jaar van haar leven op sportcarrière verloren. Klopt, En misschien zit er nog verspeeld. steeds dan ook nog de zweem omheen. Steeds van: oh ja, was dit niet de ene van die dopingzaken? Ja, ja, en dat vind ik wel heel Maar dat uh, was een belangrijke ja. boodschap van onze doping specials ja. ook. Uh, pas op met mensen zo snel te veroordelen. Ik zie ook als je Hinko op Twitter bekijkt. Zij pakt ook iedereen aan die ja. dat doet, hè? nationaal, ja, internationaal. Dat uh, is wel een ja. goed punt, ja. denk ik. Nou ja, kijk, misschien als we het maar goed dan, dan, dan zeggen, nou uiteindelijk... Ja, is er toch rechtvaardigheid ook in dit systeem? Alleen je hebt wel een lange adem, ontzettend nee. lange adem en geld nodig. En ja, is dat het allemaal waard? Hè, ja, denk je. het was een bijzonder uitstapje. Ja. Ik zag wel in onze data dat onze luisteraars even moesten wennen. Ja. Ik dacht Dachten, nou, hier zit ik niet op te wachten, ja. geloof ja. ik. Maar ja, we hebben het ook gemaakt Pas omdat het we het zelf leuk vonden. Hè, dan ja. te de... dus, ja. uh, we presteren. Nou dus ja, we zijn in de tweede helft van de seizoen weer terug. Oh. Gewoon bij klassieke uh, gadgets. Over en, de data uh, dan. Wat zijn dan uh, de, 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 de afleveringen die, waarvan jij zegt. Ja, dat trekt mensen echt die wel aan. Die eruit Oh, dat heb ik niet voorbereid, jongen. Moet ik even snel kijken. Ja, even je het had afgelopen volgens seizoen. mij is herstel is ook zo Sowieso. Die, over zijn uh, algemeenheid de is het onderwerp herstellen... is onze best beluisterde ja. aflevering alle tijden inmiddels. Ja. De boek Good to Go, wat we bespraken in aflevering 2 al. Ja. En dat heeft ook wel gemaakt dat wij langzaam ook wat meer aan het kijken zijn. Kunnen we dat verder uitdiepen? Ja, maar dat doen we goed. We hebben wat dingen ja. gedaan: de uh, cooling down. Er komen ook wat dingen aan. We gaan het in seizoen 4 weten we al hebben over foamrollers. Ja. Uh, want nu we dit opnemen, Oranje is natuurlijk volop bezig. En uh, die ja. zien we allemaal die op de velden met foamrollers de... ja. uh, zitten. Ja. Ja. We gaan het hebben over compressiekleding. Ja. Zinvol of onzin. Ja. We werden door Renske op een gegeven moment aangesproken... over het feit dat wij wat makkelijk spreken over zwangerschappen. Nou, die handschoenen hebben we opgepakt. Dus we gaan ja. aan het begin van het jaar praten met Marcia Jansen. Ja, volgens mij ging het met name om zwangerschap, Dat het voor de man... Uh... Ja, dat wij daar zo lichtvloedig ja, over deden. Precies. En of we daar uh, wat meer in balans ja. over konden ja. spreken. Ja. Leuk. Nou Renske, dat uh, hebben we te hard genomen. Ik denk aandacht voor uh, dames is sowieso... Uh, nou, hebben we, het al, we hebben die ene aflevering al gemaakt natuurlijk. Waar we het ook benoemen... Ja, weinig wetenschappelijke data. En uh, nou, dat is een reden voor ons om daar wat meer... Want zijn toch... Uh... En om maar aan te geven. We vinden het dus leuk als jij reageert. En uh, misschien heb je af en toe het gevoel... Oh, er wordt niet op mijn mail gereageerd. Of uh, wat duurt het lang voordat ik een keer wat terug hoor. Ja, dat klopt. We zijn ook reed te druk. Onze sponsor Live Online Events. Daar ben ik bij betrokken. Ja. Die is, uh, heeft erg veel succes. Misschien wel dankzij de sponsoring van deze uh, podcast. Laat ik bij deze ook even een shout-out maken naar Matthias... van uh, Athlete Sports World. Die benadert ons ook. Die wilden kijken of we wat samen konden doen. Maar de timing was ongelukkig. Waardoor dat contact helaas spaak liep. Nou Matthias, als je daar nog voor openstaat. We kunnen altijd daar nog eens over doorspreken. Uh, en ook alle anderen die denken. Nou, ik vind het wel leuk. Ik wil iets doen met die jongens. Uh, misschien uh, dingen weggeven aan onze luisteraars. Of uh, opnamen bij jou op locatie. Of uh, gewoon jouw naam aan het begin uh, van de intro. Kan allemaal. Neem contact met ons op. Uh, we gaan even op vakantie. Maar uh, we willen heel graag met jou samen deze podcast verder ontwikkelen. Op naar de 100, zei Klaus. Ja, nou, dat lijkt me een heel mooi uh, streven. Ja, Laten toch? we beginnen met op naar de, wat is uh, de 21 uh, erbij? 84. 84. Ja. Op naar de 84, oh. dat sowieso. Ja, dan is de 100 nog maar. Uh, die komt in 16, zicht dan. Hè? Ja, zeker. Ja, dus okay. uh, we zitten erin voor de lange termijn. Ja, we zien elkaar in Renkum. We zien elkaar in Renkum. Ja. Jullie krijgen de groeten van Guido Vroemen. Die uh, is natuurlijk ook uh, trouw onderdeel en uh, nou, we zien jullie graag terug. Laat ik even kijken. 13 augustus zijn we er weer. Dus ah, we gaan een week of vijf, zes op vakantie. 13 augustus zijn we terug. En dan. Uh... Dus middags naar de verjaardag van mijn moeder dan. En dan... Ja, precies. Ja. En dan uh, hebben okay. we iedere week weer een verse virtuele kop koffie. Je hebt nu tijd om bij te luisteren. Of, zal ik nog één keer die mooie Riedel doen? Je. Bij het legioen te voegen. Reageer op ons. Dat kan bijvoorbeeld via social media: slimmerpodcast. Op Twitter en Instagram maken we van iedere aflevering een verse post. Daar kun je op reageren. Die kun je op Twitter retweeten, zodat meer mensen onze podcast ontdekken. Je kan ook naar onze website: www.slimmerpodcast.nl. Daar staat van iedere aflevering een eigen pagina. Daar kun je onder reageren, zoals Renske en ook anderen wel deden. Of je kan. Uh, YouTube zijn we ook te vinden. Kan je ons abonneren. Zoek op het kanaal van Gerrit Heijkoop, mijn naam. Dan zie je al deze afleveringen ook op video. Dat is niet altijd interessant. Maar als we visuele dingen laten zien natuurlijk wel. En je kan ons ook mailen. Via post.slimmerpodcast.nl Kom je in de mailbox. Ook dat gebeurt regelmatig. Mensen melden zich aan om special guest te zijn. Leuk. Komen er een aantal in seizoen 4 langs. Uh, reacties, uh, bijdragers, vragen. Vragen vinden we ook leuk. Hè? Want dat is dan weer de basis voor een nieuwe ja. aflevering. Kan ook via dat dus uh, platform Vrienden van de Show. Kun je ja, mooi, goed, uh, ja. En uh, daar, kun je, daar kun je een audioboodschap inspreken. Ja. En daar kun je dus ook doneren. En laat ik dan nog één keer je met honden oogjes <laughs> aankijken. Help ons de zomer in de winter door. En uh, steun ons ook financieel. 30 euro per jaar, minder dan een kop koffie per maand. Kun je abonneren via vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast. Daarmee gaan wij uh, de zomer in. Goeie vakantie. We gaan op vakantie. En ja. uh, we zien jullie over een aantal weken weer terug. Tot dan. Hoi.